Hallo, vandaag is de internationale dag van de geleidehond. Wat moeten we daar nou weer bij tekenen? Internationale dag van de geleidehond. Ach, we gaan gewoon wat verzinnen en anders tekenen we iets anders. Doe je mee? Ja, Internationale Dag van de Geleidehond. Een geleidehond, joh, hoe gaan we dat tekenen? Ja, dat is nog best een dingetje natuurlijk. Hoe teken je nou een geleidehond? Ja, vaak is het iets van een labrador natuurlijk. Hoeft niet altijd, hè, trouwens. Het hoeft niet altijd een labrador te zijn. Zo. Ik ben niet zo goed in beesten tekenen trouwens hoor, dus vergeef me als het niet echt goed lijkt. Zo, nou ja, zo'n beest heeft natuurlijk, zo'n hond heeft een tuig om. Zo. Ja, ik ben dus inderdaad niet zo goed in een hond tekenen. Nee, hij staat ook met zijn achterpoten nu hoger dan met zijn voorpoten. Zie je dat? Nou, in ieder geval zit hier dan ook nog zo'n hengsel aan. En ja, natuurlijk iemand die daarmee mee loopt met zo'n hond. En die man die heeft, of tenminste diegene, die heeft dan vaak ook nog een stok. Nou weet ik niet of een stok ook nodig is als je met zo'n hond loopt. Maar goed. Als een stok is gestreept zo, geeft duidelijk aan, let op. Ik die tekening nou een mannetje, dat kan natuurlijk ook een vrouw zijn, hè? Nou, voilà. Een blinde geleidehond met een blinde erbij. De dag, internationale dag van de blinde geleidehond. Nou, probeer zelf ook nog eens wat honden te tekenen. Het hoeft niet gelijk een blinde geleidehond te zijn natuurlijk. Dat is toch best wel lastig, dat zie je al bij mij. Veel succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.